canvas en huid is hetzelfde. Het voordeel van canvas is dat het stil kan zitten, huid niet. En dat hebben we dan nu, maak je van zo'n broek eigenlijk een tweede huid. Die salopette is een gevoel van vrijheid, ja. Tuinbroek noemden wij dat vroeger. Toen ik op een gegeven moment zoiets had van dit gaan willen we zo doen. Toen hebben we eigenlijk gewoon grote lappen papier gepakt en met potlood ruw geschetst. En daar zit een verwijzing in naar een tribale tatoeage. Kijk, dat zijn een beetje die lijnen die erin zitten. Het gaat over de hele kleine dingetjes hierin. En hier hebben we natuurlijk de seal of approval. Dat is een broek met wat ze noemen manna. Dat is een spirituele kracht die in die tatoeage zit. Ja, ik ben wel trots.